Artsen van het Radboud UMC pleiten voor meer verkeersveiligheid nu het aantal ongelukken met fatbikes toeneemt. We zien heel veel kinderen eigenlijk op dagelijkse basis voorbij komen toch na fietsongevallen. En verder in het nieuws vandaag. Plannen voor een meisjesvoetbalteam in Groesbeek zijn mislukt. Een lichaam in Maas-Waalkanaal blijkt van de vermiste 24-jarige student. Je ziet het steeds vaker op straat. Jonge kinderen die hard voorbij fietsen op een fatbike. En dit heeft ook serieuze gevolgen. Veiligheid Nederland ziet dat er dit jaar al meer slachtoffers op de spoedeisende hulp terechtkomen na een ongeluk met een fatbike dan vorig jaar. Het gaat vaak om jonge kinderen die bijvoorbeeld hersenletsel oplopen. Artsen van het Radboud UMC pleiten voor meer verkeersveiligheid om dit te voorkomen. Cijfers van Veiligheid NL laten zien dat in de eerste 4 maanden van dit jaar 33 personen op de spoedeisende hulp zijn beland na een ongeluk met een fatbike. Vorig jaar waren er 59 slachtoffers in totaal. Een zorgwekkende trend vinden artsen in het Radboud UMC. En dit wat nu recent reuring veroorzaakt zijn die fatbikes. Iedereen ziet het in het dagelijkse leven. We hebben geen goede eigen cijfers waar we dat in zien. Maar die eerste cijfers die gepubliceerd zijn omdat men zich grote zorgen maakt, die laten zien dat er een forse toename van ongelukken met fatbikes is. Dat betreft met name kinderen tussen 10 en 14 jaar. Dat is natuurlijk dan ook extra zorgelijk eigenlijk. Ja, als we zien zeg maar die 33, dan staat er dus echt in de toedrachtbeschrijving van de arts of verpleegkundige fatbike. Dus die 33 is ook echt een onderschatting zeg maar, van het totale aantal. We zien heel veel kinderen eigenlijk op dagelijkse basis voorbij komen toch na fietsongevallen. En het afgelopen decennium eigenlijk steeds meer. Ja. Van een gebroken arm tot ernstig hersenletsel. De gevolgen van een fietsongeval kunnen groot zijn. Nou ja, wat we bij die fatbikes zien, dan zijn het sowieso jongen. Dus de jonge doelgroep 10 tot 14 jaar, dat is de grootste groep. Dat is dit jaar bij die 33, is de helft daarvan is tussen de 10 en 14 jaar. Kinderen hebben een relatief gezien groot hoofd, vergeleken met volwassenen zoals jij en ik. En wat er dan gebeurt, is dat kinderen vaak toch eerst op hun hoofd landen. Dus we zien hier veel schedelhersenletsel. Van een hersenschudding tot ernstige hersenbloedingen. Maar ook alles wat er verder bij komt kijken. Letsel aan armen, benen, borstkas of buik. En dat ernstige hersenletsel is relatief makkelijk te voorkomen door het dragen van een fietshelm. De cijfers die er zijn, die zeggen minder overlijdens. En die zeggen met name, dat is dan denk ik een cijfer die ik wil noemen, 60% minder ernstig hersenletsel. Dat ernstige hersenletsel is dus dat hersenletsel wat maakt dat je bij ons op onze traumakamer waar we nu staan komt. En dat je bij ons op onze IC komt. En dat je daarna een lang revalidatietraject voor de boeg hebt met veel gevolgen als je het overleeft. In februari werd bekend dat de Groesbeekse clubs Germania, Achilles, DVSG, de Treffers en Groesbeekse Boys een samenwerking aangingen om meisjesvoetbal in het dorp te stimuleren. Het doel was om minimaal 1 gezamenlijk Groesbeeks meisjesteam mee te laten doen aan de KNVB-competitie in het volgende seizoen. Dat gaat inmiddels niet meer lukken. Toch is een samenwerking nog niet helemaal van de baan. In de jongere jeugdteam spelen de Groesbeekse voetbalsters met jongens in 1 team. Echter wordt het verschil in de meeste gevallen op latere leeftijd te groot. Hierdoor willen veel meiden in een volledig meisjesteam spelen, alleen is dat in Groesbeek niet mogelijk. De Groesbeekse clubs gingen dus samenwerken en er moest minimaal 1 gezamenlijk team komen. Echter gaat dat volgens nog niet lukken. Ja, we hebben inderdaad dat project een tijdje geleden opgestart met alle Groesbeekse clubs. Ja, in eerste instantie zelfs met alle Berg- en Dalse clubs. Uiteindelijk bleven de Groesbeekse clubs die bleven over. Uiteindelijk kwam er een vervolg met een inschrijfprocedure via een site die we hadden ontwikkeld. En daar kwamen op zich in aantallen best wel behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Ongeveer 16 zijn er binnengekomen. Alleen het probleem was, die zaten in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. En dat waren er eigenlijk te weinig om in een leeftijdsjaar een team samen te kunnen stellen. Dus naar rijberaad hebben we met de club besloten om het dan vooralsnog nog even niet door te laten gaan. Maar wel de blik op de toekomst gericht om te kijken wat we naar het volgende seizoen kunnen gaan doen.
door bijvoorbeeld wat promotieactiviteiten te gaan organiseren om toch wat meer meisjes in elke leeftijdsklasse bij elkaar te kunnen krijgen. Toch houdt het hier niet op. Sterker nog, er zijn zelfs plannen om de samenwerking nog breder te trekken. Er wordt een daling van het geboortecijfer in Groesbeek verwacht en dus is de toekomst van de individuele jeugdopleidingen wat onzeker. Mede hierdoor willen alle clubs de schouders onder elkaar gaan zetten. Nou ja, we gaan in elk geval dat breder bekijken dan alleen maar meisjesvoetbal. We hebben onlangs een strategisch overleg gehad met de voorzitters van de 6 Groesbeekse clubs en de stuurgroep die met dat meisjesvoetbalproject bezig is geweest. Het doel is uiteindelijk dat we vanuit het dorp een passend voetbalaanbod kunnen doen aan elke jongen en aan elk meisje. En hoe dat vorm gaat krijgen, ja, dat hangt van de discussie af die we dus nu gaan voeren. Maar het blijkt in de praktijk dus heel erg moeilijk, omdat in de loop der jaren, de komende jaren, we gaan 10 jaar vooruitkijken. Omdat als elke club, zeg maar, voor elke leeftijdscategorie individueel te gaan doen. Dus we gaan sowieso eens kijken waar we elkaar kunnen helpen. Het lichaam dat afgelopen woensdag in het Maas-Waalkanaal bij Malden werd gevonden, is dat van de vermiste 24-jarige Nijmeegse student Victor. De man was inmiddels al bijna een week vermist. Victor verdween op 13 juni. De politie maakte zich direct grote zorgen en startte een zoekactie. Met de vondst van het lichaam komt een einde aan de vermissing die familie, vrienden en studiegenoten zo schokte. John Berends legt zijn taak als commissaris van de Koning neer tot het einde van zijn ambtsperiode. Dat is de uitkomst van de extra statenvergadering over het onderzoek naar het handelen van Berends. Berends werd in september beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ambtenaren vertelden destijds in de media dat Berends last had van woedeuitbarstingen en tegen ambtenaren schold. Berends ontkende en vroeg om een integriteitsonderzoek. Hij legde zijn functie neer tot het onderzoek zou zijn afgerond. Provinciale Staten gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning. De woningbouwplannen van de gemeente Nijmegen kunnen de komende jaren waarschijnlijk slechts voor de helft worden waargemaakt. De stad heeft de ambitie om ruim 15.500 extra woningen te bouwen. Maar dat worden er in de praktijk uiteindelijk maar zo'n 8.000. Tot deze conclusie komt de fractie van D66 in de Nijmeegse gemeenteraad. Dat is het gevolg van ruimtegebrek op het stroomnet in Gelderland. Dit blijkt allemaal uit het onlangs gepubliceerde masterplan nestcongestie. Daarmee wil het college van BMW van Nijmegen het urgente probleem van de netcongestie zo snel mogelijk aanpakken. Linkse fracties in de Nijmeegse Raad wilden dat het stadsbestuur de ontruiming van bioscoop Carolus zou veroordelen als eigenrichting en huisvredebreuk. Maar burgemeester Bruls ziet dat anders. Voor eigen rechter spelen keurt hij af, net als het illegaal bezetten van het pand door de krakers. Maar voor huisvredebreuk is echter een woonbestemming nodig. En die heeft de bioscoop niet, volgens Bruls. De burgemeester sluit ingrijpen niet uit, omdat overnachten in de bioscoop onveilig is en niet mag. Verdere maatregelen, nemen of ingrijpen, wordt momenteel overwogen. Er komt weer een technieklokaal voor kinderen uit Wijchen. Na het verdwijnen van 2 bestaande technieklokalen vorige zomer kunnen kinderen tussen de 10 en de 15 jaar binnenkort weer volop lassen en solderen. Op het terrein van Modderkolk aan de Nieuwe Weg wordt nu flink geklust aan een nog groter technieklokaal. Jarenlang konden Wijchse basisschoolleerlingen alvast proeven van de techniekwereld. In het gebouw van basisschool Het Zuiderpad stonden namelijk 2 technieklokalen. Hier konden kinderen allerlei technische dingen doen, maar vorig jaar verdween het plotseling, tot grote verbazing van de betrokkenen. Nu komt het technieklokaal in Wijchen terug. En daar zijn ze blij mee bij de gemeente. Nou ja, wij zijn heel erg verblijd dat het technieklokaal er weer terug gaat komen. En waarom? Omdat we de jeugd zo graag mogelijk, zo vroeg mogelijk in aanraking willen laten komen met alles wat technologie behelst. Nou, je wil eigenlijk dat die kinderen al vroeg interesse krijgen voor alles wat met technologie te maken heeft en met wetenschap, want het gaat wat verder dan alleen techniek. Wij zitten natuurlijk hier ook in een regio met veel bedrijven uit de maakindustrie, dus wat zeg maar de technische markt behelst. Ja, en je wil zo vroeg mogelijk dat kinderen weten wat daar te halen is, zodat ze later de juiste keuze kunnen maken. Het technieklokaal zal groter worden dan voorheen.
Dat maakt ook dat de mogelijkheden eindeloos zullen zijn voor de kinderen. Dat concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat ze met een 3D-printer aan de slag kunnen. Ze kunnen met robotisering aan de slag. Ze kunnen dingen programmeren. Maar ze kunnen ook het maken van podcast verbeteren. Of het maken van radioprogramma's. Zelfs een greenscreen, dat zal jullie ook wel wat zeggen. Maar dat is een wand waar je op beeld zeg maar wat achter kunt projecteren. Zodat je ook met videotechniek aan de gang kan. Dus het is echt heel breed. Ja. Vooral leerlingen van scholen zullen gebruik gaan maken van het technieklokaal. Toch zijn er ook buitenschoolmogelijkheden. Ja, het is een beetje tweeledig. Het is voor scholen in principe gebouwd. Dus kinderen van 10 tot 15 jaar kunnen daar terecht. Dat geldt zowel voor primair, dus lagere schoolonderwijs, als voortgezet onderwijs. Maar het kan ook buiten de schooltijden worden gebruikt voor bijvoorbeeld een Lego League of met de techniekdag die we één keer per jaar in Wijchen hebben. Dus het is ook buitenschools te gebruiken. En het volledige programma zijn we nog mee aan het schrijven. Maar primair zeg maar voor de kinderen op school, maar secundair ook voor kinderen die buitenschool wat willen doen met techniek. Het technieklokaal zal naar verwachting vanaf september beschikbaar zijn. Nog minder dan 4 weken en dan lopen tienduizenden mensen weer door de regio voor de Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen ook weer veel militairen, die zoals gebruikelijk zullen overnachten op Hummersoord. Inmiddels wordt er al hard gewerkt aan de opbouw van het militaire tentenkamp. In deze feesttent marcheren straks duizenden militairen naar binnen voor een welverdiend biertje na 40 kilometer wandelen. Op kamp Heumensoord slapen zo'n 7000 militairen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In een korte tijd wordt het hele kamp opgebouwd. Maar als we hier echt gaan bouwen, dan gaan we tenten bouwen. Zodra de tenten klaarstaan en er zit een zeil in, dan gaat van ons de verlichtingsploeg erin. Gaan de verlichting ophangen. Dan gaan de mensen in die gaan bedden en matrassen plaatsen. Dan gaan er weer mensen in die gaan de kamertjes maken, zeg maar. En dan gaan we verder inrichten. En dan komt de vloerbedekking in, een prullenbakje, een bezem, eigenlijk alles. We staan nu in een van de legeringstenten. Hier komen de militairen te slapen, de wandelaars. En dit is een tent waar 320 mensen in komen te slapen. Er worden nog compartimenten ingetimmeld. Dat doet de tentenbouwer voor ons. En we krijgen compartimenten van waar 16 personen kunnen slapen. Maar het kamp bestaat niet alleen uit slaapplekken. Er komt nog veel meer bij kijken. En ook met verduurzaming wordt rekening gehouden. Daarom krijgen de militairen dit jaar ook allemaal een eigen bidon en een herbruikbare en opvouwbare beker. Van ontbijt tot aan het bier, alles wordt klaargestoomd voor de komst van de militairen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een eetzaal, we hebben een feestzaal, we hebben een bruin café hier. Nou, dat gaan we ook allemaal inrichten. We gaan een hospitaal inrichten, een brandweerkazerne, een politiepost. Eigenlijk alles wat je in elk normaal dorp vindt. Een feesttent en de Vierdaagse feesten. Van een goede nachtrust is geen sprake. Dat is een goede feestzaal hier. Daar blijven ze zo lang mogelijk hangen. En vaak gaan ze nog de stad in. Dus je merkt wel gedurende de week dat het steeds rustiger wordt s'avonds in de tenten. Dan beginnen maandagavond is vooral heel veel lawaai. En donderdagavond is het al vroeg rustig. Ja. Ondanks de blaren en vermoeidheid zit de sfeer er altijd goed in op het kamp. Fantastisch. Echt fantastisch. He, waarschijnlijk hebben we dit jaar 38 verschillende landen die hier deelnemen. Ja, dat is één groot feest hier. Behalve dat er gelopen moet worden, is er ook wel verbroedering hier. En dan nog het weerbericht. Gelukkig kan ik dat nu met net wat minder schaamte aan je vertellen. Want er zit toch echt een flinke verbetering aan te komen. Vanavond en morgen zijn er nog een aantal buien, maar vanaf morgenavond wordt het beter. Het EK is dus ook droog buiten te kijken in een heerlijk oranje avondzonnetje. Zaterdag vallen er nog wat laatste buien, maar veel vaker zal het droog zijn. Het wordt dan nog zo'n 20 graden. Zondag gaat daar nog een schepje bovenop, met maximaal 23 graden en het voordeel dat het droog blijft en de zon ook volop aanwezig is. Kortom, een voorzichtig mooi weekend met als uitsmijter alvast zicht op een nieuwe week waarin het kwik gaat oplopen richting de 30 graden. Welkom in Nederland! Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 20 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit de streek op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we er weer en dan is het ook de dag van het humanisme. Extra feestelijk deze keer voor het Nijmeegse Humanistisch Verbond. Want zij bestaan momenteel 75 jaar. Wie ze precies zijn en wat ze doen, zie je morgen. Graag tot dan!